Hey, welkom allemaal. Fijn dat je in de klas bent. Welkom bij de eerste les die we deze maandag samen gaan houden. Welkom bij de eerste instructievideo van Meester Bos legt uit. En vandaag gaan we het hebben over taal. Want op maandag weten jullie, daar hebben we altijd de woordenschatles. En zo ook vandaag. Om te beginnen heb ik wat op het bord getoverd. Er staat een soort van puzzel, een geheime boodschap. En ik ben benieuwd of jij misschien deze zou kunnen ontcijferen voor mij. Krijg je van mij even korte tijd voor, hoor. En? Weet je het al? Wat hier aan de hand is dat de medeklinkers dubbel geschreven zijn. En dan tussen die twee medeklinkers plakken ze de letter O. Even checken of het klopt. W, O, W. Dit is dus het woordje we. En daar hebben ze een puzzel van gemaakt in codetaal. Als je die regel doortrekt, dan staat er de volgende zin. We gaan kijken. Was jij er al achter gekomen? Heel goed. En zo niet, weet je trucje nu. Oké, dan gaan we door. Want vandaag woordenschat staat het woordje taal centraal. Ik heb voor jullie een nieuwe woordparachute. Dus kijk maar met me mee. En boven deze woordparachute staat het woordje de taal. Nou, jullie denken misschien meteen aan dingen als Engels, Portugees, maar natuurlijk ook Nederlands is een taal. En taal is een manier van communiceren. Nou ja, je kent misschien wel het hele bekende Bijbelverhaal. Vroeger spraken ze allemaal dezelfde taal, totdat de mensen beter en groter wouden zijn dan God en ze de Toren van Babel gingen bouwen. En toen kwam er een grote spraakverwarring. Oftewel, er werden allemaal verschillende talen gesproken. Nou is een taal iets wat nog wel eens door elkaar wordt gehouden met een dialect. Een dialect is een stukje uitspreken, een manier van uitspreken van een taal. Zo ook als je hieronder kijkt, staan er verschillende soorten taal. En er zit verschil tussen. De eerste, het meest bekende voor veel van jullie, de straattaal. Nou, wat kun je dan onder straattaal verstaan? Nou ja, jullie hebben allemaal natuurlijk, de meest bekende woordjes zijn dingen als doekoe of money. Dat soort dingen. Maar als ik natuurlijk de volgende zin zeg. Hey, fakawa. Alles goed, jongens en meisjes. Vandaag hebben wij geen DD-les. Nee, het wordt helemaal dope. En natuurlijk, als wij straks alles begrijpen, hebben we een grote visa om te vieren dat wij deze les allemaal kunnen. Nou ja, best wel wat moeilijke woorden. Allereerst, fakawa. Het klinkt een beetje agressief, maar betekent in straattaal niets anders dan hey. Hoe gaat het? Het woordje dede betekent saai. Dope ken je misschien wel, omdat sommige rappers dat soms in hun video's laten horen. Dat betekent cool. En tot slot heb je natuurlijk visa. En dat kennen jullie allemaal wel van de bekende liedjes die vaak zo'n titel hebben. Dat betekent natuurlijk een feestje. Straattaal wordt voornamelijk op straat gesproken. Als we eentje verder gaan, codetaal kennen jullie ook wel. Want we hebben heel vaak met code.org gewerkt. We hebben vaak escape rooms gedaan. Daar wordt heel vaak gebruik gemaakt van codetaal. Oftewel, ze stoppen in een code een stukje taal. Dus ze willen iets met een boodschap in code vertellen. En op die manier communiceren. Een computer die communiceert dus ook in codetaal. Nulletjes en eentjes. Tot slot vaktaal. Dat is een soort van taal die wordt gesproken in een bepaalde beroepsgroep. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat dokters en verpleegkundigen, die op dit moment heel hard aan het werk zijn in verband met het coronavirus, die weten allemaal prima de namen van de medicijnen. Terwijl, als ik naar de apotheek ga, ik heb geen idee hoe dat allemaal heet en waar het allemaal voor is. Dus die dokters die spreken onderling een soort van vaktaal. Iets wat je alleen in dat bepaalde vak weet. Zo zijn er bijvoorbeeld bij de brandweer allerlei codes. En die staan dan gelijk aan een huisbrand of een bomenbrand. Of er is een kat in de boom. Noem je vaktaal. Dus eigenlijk een soort van afgesproken taal binnen een groep mensen. En vaak heeft dat te maken met een beroep. Oké, dan gaan we door, want ik heb ook nog een tegenstelling voor jullie. De tegenstelling van vandaag. Aan de ene kant hebben we het woord verrijking en aan de andere kant hebben we de tegenstelling daarvan, het tegenovergestelde, het woord verarming. In het woord verrijking zit het woordje rijk. Nou, dat hoef ik jullie allemaal niet uit te leggen. Op het moment dat je rijk bent, heb je veel geld. Als je jezelf aan het verrijken bent, dan krijg je steeds meer en meer geld.
Maar het woord rijk wordt niet alleen gebruikt in combinatie met geld. Nee, het wordt ook gebruikt in combinatie met bijvoorbeeld beter worden. Als voetballer verrijk ik mijzelf door heel veel te trainen, heel veel penalties te nemen en verrijk ik mijzelf met de eigenschap dat ik goed kan penalties schieten. Of als tekenaar verrijk ik mijzelf met nieuw materiaal. In plaats van die oude, slechte potloden verrijk ik mijzelf met hele mooie nieuwe potloden waardoor ik heel goed kan tekenen. Kortom, je wordt er beter van. En dat kan dus heel breed zijn. Het tegenovergestelde is verarming. Je wordt er slechter van. Een goed voorbeeld is het gebruiken van drugs. Het verarmt je lichaam. Je wordt steeds slechter. Dat doet niet echt goed. Maar ook sommige groepen in onze maatschappij verarmen. Krijgen steeds minder en minder geld. Bijvoorbeeld om rond te komen. Dus ook verarming kun je dus heel breed zien. We gaan samen nog even de woordlijst doornemen. En dan kunnen jullie daarna lekker aan de slag. Voordat ik doe, een korte vraag. Ik heb hier vier kleine zinnetjes staan. En de vraag aan jou is, wat vind jij nou verrijking en wat vind jij nou verarming? En dat mag je heel breed zien. Zinnetje nummer 1. Lid zijn van een sportclub. Zin nummer 2. Muziek luisteren. Zin nummer 3. Naar school gaan. En nummer 4. TV kijken. Denk eens eventjes na. Wat vind jij verrijking of verarming? Heb je het antwoord? Dan mag je hem na deze video hieronder zetten. Dus dan zet je hem in Google Classroom bij de reacties. Typ jij wat je verrijking en verarming vindt. Ik ben heel benieuwd naar jouw reacties. Vergeet niet voordat je de woordenschatles bent. De teksten lezen, anders mis je namelijk stukken. Neem daar even rustig de tijd voor. Dan heb je namelijk al een voorsprongetje en kun je zien hoe de woorden worden gebruikt in de tekst. Oké. De bovenste vier hoef ik niet met jullie door te nemen, die hebben we net allemaal besproken. Verrijking, verarming, de straattaal, codetaal, dat wordt ook wel gezien als geheimtaal. Dus je hebt al een ideetje hoe je in geheimtaal een bericht kunt sturen naar bijvoorbeeld je beste vriend of vriendin, zonder dat zijn of haar moeder die geheime boodschap kan ontcijferen. Codetaal. Misschien wel leuk. Om daar eens over na te denken. Hoe kun je dat nou delen met codetaal? Oké, we gaan door naar de blauwe woorden. De eerste is teren op. En teren op betekent dat je lang vooruit kunt, dat je genoeg aan iets hebt. Nou, vooral oude mensen gebruiken die woorden nogal eens. En heel vaak als iemand net iets te dik is. Dat ze dan zeggen, nou, stel dat er in ons land een hongersnood komt. Dan kun jij nog wel even teren op. En dan prikken ze even in die buik. Op je buik. Oftewel, je hebt genoeg om nog een poosje verder te kunnen. Teren op, maar het kan natuurlijk ook gaan over geld. Als je heel veel geld hebt en in één keer gebeurt er iets en kun je dingen kopen, kun je nog heel lang verder met dat geld wat je nog steeds hebt. De mengelmoes komt van vroeger. Vroeger maakten ze moes, dat stampte ze fijn en dat moest je dan door elkaar mengen. En dat werd dan een mengelmoes. Mengelmoes betekent dus door elkaar gehusseld, van alles door elkaar. Stellen betekent is eigenlijk een ander woord voor beweren. Dus zeggen dat iets zo is. Absurd is een ander woord voor belachelijk of iets heel raars. En tot slot hebben we nog wijten aan. Dat betekent dat je de schuld aan iets geeft. Het ongeluk van vanochtend was te wijten aan de auto die door rood reed. Oftewel, het kwam door de auto. Dan twee gezegdes. Stukje bij beetje. Meester is op dit moment stukje. Bij beetje, langzaam, maar zeker aan het lopen. Oftewel, stukje bij beetje betekent heel langzaam. Je kunt ook wel denken aan een schildpad, die beweegt stukje bij beetje. En tenslotte, naar hartelust. Dus zoveel je maar wilt. Bijvoorbeeld, naar hartelust patat eten. Dan ben je die patat echt naar binnen aan het stouwen. Zoveel je maar wilt. Hey, dat zijn de woorden voor vandaag. Ik wens je heel veel succes met de les. Het is taalles 11a en 11b. Vergeet niet de gele knop te gebruiken, want dat voorkomt fouten en lees de zin hardop voor. Je bent nu waarschijnlijk alleen thuis of hebt niet zoveel mensen om je heen, dus je kunt nu lekker hardop voorlezen. En luister eventjes of die zin goed klinkt, dan kun jij mooi aan de slag. Ik wens je heel veel succes en ik zie jou bij de volgende instructievideo voor vandaag, want ook rekenen en spelling komen er nog aan. Ciao!